Danny Landstraat, hoe heb jij genoten vandaag van die testimonial? Ja, heel erg genoten. Grote speler natuurlijk, Dirk. Maar met de opkomst, ja, daar kun je alleen maar van genieten. Dus, mooie dag. Wat zijn jouw herinneringen aan Dirk? Nou ja, collega, vriend, families. Onze gezinnen gaan goed met elkaar om. Dus ja, laatst hebben we nog een keertje gevoetvollied. Dus alleen maar goede, leuke herinneringen. En dan zien we vandaag die wedstrijden en dan zien we hoe afgetraind jij nog bent. Je kon nog aardig mee. God, niet voor alle oudsterren. Ik moest aan de bak. ja, klopt. Het nieuws gaan we toch heel eventjes over hebben, wat vrijdag naar buiten kwam. Volgend jaar ben je weer terug bij Feyenoord, dat is mooi. Hoe is dat zo gegaan? Dat is gegaan zoals hoe het is gegaan. Dus het duurde even en uiteindelijk was het gelukkig rond. En ja, wat dat betreft ben ik de komende 2 jaar hier assistent. Wat verwacht je van die periode? Ik verwacht een hele mooie en goede periode. Dus ik kijk er heel erg positief naartoe. Ja, want was die keuze snel gemaakt? Je kon ook bij AZ doorschuiven naar het eerste helft. Ja. Maar goed, is dan toch Feyenoord net iets specialer? Ja, vind ik wel. En ook, ik denk de timing. Ik denk dat het nu een mooi moment was om hiervoor te gaan. En ja, dus het voelde gelijk goed. Daar wou ik voor gaan. Voorbereiding, ja, dan ga je beginnen. En tot die tijd nu? Nu even je gas terugnemen? Nou, nu eerst even bijkomen, denk ik. Nee, en voor de rest, ja, dan gaan we... Ik heb binnenkort met Gio gaan we een gesprekje hebben. En dan ook wel even lekker op vakantie. Want het heeft toch helemaal even geduurd. Even het kopje leegmaken en dan alweer ja, toch wel weer lekker en goed voorbereiden op een goede start. Eén vraagje nog, want waarschijnlijk speelde dit al langer. Laatst was er nog een bekerfinale waarin Feyenoord en AZ elkaar troffen. Wist je toen al hoe laat het was of wist je toen nog niks van de interesse? Als ik op mijn klokje keek, dan wist ik hoe laat het was. Ja.